Sinds hij overnam van Blessin. Ondertussen krijgt u nog een laatste keer de opstellingen te zien van beide teams. Geen domme fouten maken. Dat moeten we echt vermijden. En zo heeft STVV een eerste corner. En met Hara hebben ze een goed wapen. En ja, die kan meteen knikken. Of was het al Dakiel? Het is Hara hoor. De spits van 1,91 meter. Stende probeert er volwassen uit te komen, maar niet op die manier natuurlijk. Tenga ingeleverd bij Hara. Hara zoekt naar een klein gaatje en vindt dat niet. Is er nog een mogelijkheid voor een tweede bal? Die is er wel degelijk. Durkin achteruit. Ja, met een vermijdbare fout. Konaté, knap. Kijk eens aan, Konaté. En dan ook nog eens de man op links lanceren. Uitstekend werk van Konaté. Donny kwam nog tot een schot. De 17-jarige linksachter mee opgerukt. Krijgt een herkansing nu met links. Even tonen dat hij over twee goede voeten beschikt. Maar Scherpen heeft natuurlijk heel lange armen. Nu dan de opening. Goede opening gemaakt voor Rogire. Maar die heeft niet de reflex om dan maar voor te stormen. Want de centrumverdediger blijft daar wel liggen. En dit doet hij wel goed. Capon, lage bal. En dan nog verlengd. En dat was even een heet standje voor de neus van Schmidt. McGeehan ging er met de voet nog naartoe. Maar onderweg nog aangeraakt. Maar Japan in eigen land. Naast eremetaalgreep. Kleine finale verloren. Hara. Ashioka voorzet in één tijd. Scherpen laat zich toch verrassen hoor. Dit is een gigantische kans in het begin van deze tweede helft. Op een 0-1 voor STVV. Chris Durkin. Scherpe tussenkomst. De voorzet is uitstekend. Prachtig effect ook op. En dan wil Durkin hem even strelen. Heel eventjes verlengen. Voor de neus van een duikende Scherpe. Tanga. Sakamoto. Kan ook een man afhouden in de rug. Voorzet van Tanga naar de rechterkant, maar Schmidt zag die bal lang komen. Kon er gedwongen wordt helemaal mee te verdedigen tot aan de eigen achterlijn. Tanga, blinde bal. Misschien landt hij wel tot bij Sakamoto. Capon kan trappen. En dan nog tegen een been van Bauer of Teixeira. Zo alle vaart uit die poging van Brecht Capon. En de verkeerde voet. Okay. Niet bij de bal. Wel, de herovering via Tenga, de voorzet van Sakamoto, Rocha Santos. Rocha Santos moet helemaal achteruit. Met een gelukje toch nog Capon. Maar laat het liever over aan Darpino, tweede paal viserend. Gay was nog niet in stelling. Sakamoto is vertrokken, de uithaal kwam van Uwagide. Sakamoto van de sokken gelopen door Hashioka. De scheidsrechter van Damme geeft de eerste gele kaart in het duel. Na veel 5 en 6 toch de vrije trap. Darpino lang onderweg. En dan de botsing die er wel was tussen Urugide en Schmidt. Maar Schmidt. Rocha. In richting Gay. Die kan wel nog dat luchtduel winnen. Maar wel ten koste van een overtreding. Jaren ook op neerpeden gezet. Dit was op dit beeld. Nou, toch een klein elleboogje. Kenny Rocha Santos uit Kaapverdië. Twee armen in de lucht. Hier komt zijn hoekschop. Ja, goed gekopt. Goed gekopt. Niet door Gay, maar wel door zijn landgenoot Fortes. Nou, dat is een overtreding van Janssens die toch met een soort geldingsdrang is ingevallen. Olderbach zal dat ook wel hebben geëist. Rocha Santos was het niet, want die loopt in het midden. Die komt nu aan de bal. Het was Atanga. Hier is Rocha. Kan misschien knallen van buiten de 16. En de vuisten van Schmidt waren nodig. Oostende. Voorarm die hij gebruikt. Hier nog eens de kanonskogel van Rocha. Schmidt stond al 4-5 meter voor zijn lijn. Zweeft die weg. En Kwik. Weetsner is dat ook, maar die wordt genegeerd door Albanese. Dan naar de linkerkant bij Ndika. Daar zitten de frisse jongens van der Hagen. McGeehan van buiten de rechthoek. McGeehan. Oh, geen onaardige poging van de Oostense aanvoerder. Moet wel eens een voorzet volgen natuurlijk over de scheidsrechter. Zal er een einde aan maken. Klaus. Klaus trappen nog. Ja, nog eens een balletje voor Scherpen. Die in de tweede helft niet al te veel actie heeft gezien. Ik had toch meer de indruk dat het echte doelgevaar voor de pauze van STVV kwam. En net omgekeerd van Oostende. In de tweede helft. Zometeen de hoogtepunten van dit duel, dat dus geen doelpunten oplevert.